Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van dinsdag 28 mei van Weerplaza. We hebben vandaag te maken met een klein lage drukgebiedje dat over ons land trekt. Het levert overwegend veel bewolking op en vooral in het midden en zuiden van het land trekken regelmatig buien voorbij. Bij buien is kans op onweer en lokaal kan het flink plensen. Vanmiddag vinden we de buien nog vooral in het zuiden van het land. Van het noorden klaart het geleidelijk aan op en stijgt de temperatuur naar 14 of 16 graden. De wind die trekt aan en er komt een matige wind te staan. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog en klaart het breed op. In de nacht koelt het behoorlijk af. Lokaal is kans op vorst aan de grond. Morgen begint het koud, maar 's middags is het vrij aangenaam met 16 tot 18 graden. Het is een droge woensdag met geregeld zonneschijn en niet al te veel wind vanuit het zuidoosten. Op donderdag is het weer wisselvallig, Hemelvaartsdag, met een aantal buien. En dan wordt het 's middags 17 tot 20 graden. Vrijdag valt er ook nog een bui, maar in het weekend blijft het droog en gaat de temperatuur geleidelijk aan omhoog naar de zomerse waarde van 25 graden. Mijn naam is Diana Woei van Weerplaza.